Hoi, ik ben Kavita van Heel. Heel is terug in Mali voor een project met de Nederlandse ambassade en het ministerie van Justitie van Mali. We gaan een tweede survey houden, een tweede Justice Needs and Satisfaction Survey. We gaan toegang tot het recht meten in Mali samen met DMSO. En we gaan naar de 11 regio's van Mali, dus deze keer gaan we ook naar Kidal. Op dit moment is er een training bezig, dus volg mij, we gaan even een training doen. On a trouvé que 30% des Maliens ont connu un ou plusieurs problèmes de justice pendant les 4 dernières Hoi, ik ben Moussa Fofana, ik ben coördinator van Heel in Bamako. In de afgelopen 2 dagen hebben we 90 enquêteurs getraind over de GNST in Mali. Ze hebben geleerd welke conflicten kunnen ontstaan, hoe de mensen problemen, informatie kunnen zoeken om hun problemen op te lossen. En hoe die mensen uiteindelijk hun problemen op kunnen lossen. Ik heb naast mij nu Adama Gassamba. Het is een jonge dame uit Timbuktu. Zij is een van de enquêteurs die we hebben getraind. Je pense que c'est une occasion en or pour nous qui voulons apporter notre pierre à l'édifice national, qui voulons apporter une amélioration à la justice. C'est une occasion en or pour nous de le faire. Et c'est une initiative très bonne parce que ça va permettre à la population, aux citoyens maliens, de dire ce qu'ils pensent de la justice malienne et d'apporter des solutions, de proposer des modifications, de dire ce qu'ils pensent. Parce que quand le gouvernement va vers les citoyens pour demander leur avis, c'est pour apporter des améliorations.